Buurten in de gemeenschap hoeven niet te wachten op de regering als het gaat om het schoon en veilig houden van hun omgeving. Ondanks dat het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in 4 buurten de Kring Beertie-campagne heeft gelanceerd, hoeven andere buurten niet te wachten op de regering. En dat zegt minister Mashanu Dasai in gesprek met onze redactie. Het Kring Beertie-project heeft dus verschillende activiteiten. Eén belangrijke activiteit is die bewustwording verhogen in de buurten om zelf aan te pakken. Het is niet dat de regering alleen moet zorgen voor een schone buurt. Milieuproblematiek kennen we, afvalprobleem kennen we, maar het is meer dan dat. We hebben bijvoorbeeld in die buurten die we hebben gekozen om dit te doen, gezien dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van chemicaliën. Chemicaliën in de landbouw voornamelijk, waar ze pesticiden gebruiken en die zorgen voor die luchtvervuiling, bodemvervuiling, watervervuiling. Die buurten die we hebben gekozen, daar willen we dus trainingen geven in hoe je bijvoorbeeld die pesticiden moet verminderen of hoe je zelf moet beschermen tegen deze pesticiden. Dus dit zijn pilotprojecten die op een gegeven moment verder worden uitgebreid in andere projecten. En het is ook om te laten zien dat bijvoorbeeld wanneer we bezig zijn met mensen in bepaalde buurten en als we ze leren hoe ze afval moeten scheiden, hoe ze moeten composteren, dat andere buurten zien van, hé, wacht even, als zij het kunnen, kan ik het ook. Het Kring Beertie-project is gestart in Flora, Saramaca, Mariënburg, Kommewijnen en Nikeri. De bewindsman geeft aan dat er nog veel bewustwording nodig is om de betrokkenheid van de gemeenschap te verhogen bij het streven naar een schonere omgeving. We zijn begonnen met deze 4 en we gaan zeker uitbreiden in de toekomst. Maar als er buurten zijn die zeggen van oké, kom alvast kijken, staan we helemaal roepen voor en dan kunnen we alvast met ons team proberen te kijken wat we kunnen doen in de buurten. De Boensman onderstreept het belang om jongeren bewuster te maken van de voordelen van een schoon milieu. Het is belangrijk om goed te leven in balans met de natuur. Als we dat niet doen, zal de mensheid ophouden te bestaan, omdat de aarde zal ophouden te bestaan. Aldus minister Dasai.